winderigheid bij honden komt ook af en toe voor, eigenlijk een beetje bij de mens. Dat kan meerdere oorzaken ook hebben. Meestal gaat het wel over minder goed verteerbare voedingsstoffen die in de voeding zitten. Het kan ook te maken hebben met de eetgewoontes van de hond. Dus een hond die enorm hulzig en snel eet, pakt ook veel meer lucht binnen. En die lucht moet natuurlijk ergens naar buiten. Maar meestal heeft het te maken met de verteerbaarheid van bepaalde voedingsstoffen. En is er gewoon te adviseren om eventueel een ander merkje te proberen om te kijken of de winderigheid op die manier opgelost is. Of als het aan de voedingsmanieren ligt van de hond, dan kan zeker 2 keer per dag eten geven een optie zijn. Of maken dat hij niet gulzig kan eten en zijn er antischrok eetbakken en dergelijke beschikbaar daarvoor. Ik ben Bart Verstuift en ik heb een dierenartspraktijk in de omgeving van Gent.